Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe mod review. Ik laat vandaag de Joskin Modulo 16.000 Basic zien van Camilos 0397. 50.500 kost vanuit de fabriek, 180 pk nodig, 15.780 capaciteit. Je zou denken dat 16.000 in kan, maar ze hebben dat met type naam hebben ze het afgerond. 7 slots, 14,8 meter breed, dat is wel mooi. 70 km per uur werksnelheid, standaard, brede, andere brede, nog weer andere, en dan weer standaard. En Trelleborg, ja dan kun je alleen deze, maar dat was het met de banden. Kijk nou eens hoe gedetailleerd, gaaf allemaal. En dat dit er ook echt zo op aansluit. Hier is de catchplaat. Hier kun je de slang in doen. Deze is manual system ready. Die mod PC only. Maar als je die hebt dan werkt dat met deze. En dan kan die gestaat in. En gewoon mest. Wat je van de dieren hebt zeg maar. Vloeibare mest. Vul je met die gestaan. En nu ga ik mest rijden. Deze tank. Ik heb deze al een keer gebruikt op mijn save game. Op Baltic Sea had ik de John Deere 40 serie ervoor. Was een mooie combinatie. Er zit nog een zwaailampje op. Dat ik dat niet vergeet. En werklicht achter. Oh ja, dit is ook gaaf. Dan heb je zo. Kijk, ik weet niet of je goed kan zien, maar. Dat balkje, daar kun je zien hoeveel mest er nog in zit. Ik kan vanuit het interieur, denk ik, het best laten zien. Zie je dat? Als die helemaal leeg gereden is, dan. Kun je dat ook zien. Maar het gaat niet zo snel. Maar dat is wel, deze heeft wel een mooiere straal dan de 6800. De 6800 was de straal van hoe die echt werkt. Dus hoe die. Ja, dat hij het mes neergooit, dat je het echt ziet liggen, zeg maar. Dat hij ook echt iets doet. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar. De 6800 was. Zag je, zeg maar, die straal van een mes wat je ziet vliegen. Dat was breder dan wat je echt aan het doen bent. Dus stel je voor dat je zo rijdt, dan. Doet hij niet alles wat je ziet wat je doet. Ik hoop dat het overkomt, zeg maar. En ik ga nu even naar het balkje kijken. Dat buisje. Doorzichtige buisje. Die wordt steeds leger. Ik let niet erop, ik rijd niet zo netjes. Hartstikke handig, maar ik kan helaas geen hef op. Dat je bijvoorbeeld de barantiek erachter kan doen. Maar dit is een modulo 2. Maar in de dingetje stond iets met 16.000. Maar voor mij heb je verschillende modulo 2's. Het is ook zo'n een van in de accu. Kijk, ik heb wat halve veld bemest met een hele tank vol. En laat nog even achter welke mod jullie nog willen zien. Dat zou ik heel erg mooi vinden. Oké, nu laat ik even zien dat je bij de dieren natuurlijk ook mes kan bijvullen. Niet alleen bij de dieren staat. Het is realistischer om zo te gaan staan. Want dat dingetje waar de slang in gaat en dat die daarin gaat. Dat is aan deze kant, zeg maar. De varkens. Kijk, nu zie je het bakje vol gaan.
Dat is wel gaaf aan deze Mustang. Maar er zijn wel meerdere die dat hebben. Oké, nu gaat hij weer. Niet met een tank die staat, maar met een tank drijfmest. Aan het einde van dit veld stop ik. Tot hij weer bij het einde is. Maar nu is het nog even genieten. Ik heb natuurlijk weer zo'n, net zoals bij de aflevering van de 86 rond, een oer lelijke valtraad ervoor. Want dan letten mensen meer op waar je echt wel op moet letten. Oké, dit was de video. Tot de volgende mod review of andere video. Abonneren zeg ik.